Bewoners van het Nijmeegse plein 1944 hoorden een luide knal in de nacht van vrijdag op zaterdag. Een explosie had het pand beschadigd van een juwelier die ook telefoons verkocht. Later bleek dat de eigenaar van dat bedrijf vorige maand is opgepakt in het kader van operatie Trojan Shield, een internationale operatie tegen versleutelde cryptotelefoons. Dat soort telefoons worden door criminelen gebruikt om te kunnen communiceren zonder dat de politie meeluistert. De politie roept bij het onderzoek naar de explosie nu ook de hulp in van het publiek. Dinsdagavond besteedt het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de zaak.